allemaal. Wat super tof dat jullie bekijken alweer een gloednieuwe video. Ja, dames en heren, het is bijna zover. Het is bijna, ja, inderdaad, carnaval. Jullie weten natuurlijk, het is bijna februari en eind februari. Dan gaat het helemaal los hier op de plek waar ik woon. Jullie weten natuurlijk allemaal donders goed dat ik in Borculo woon. En ja, Borculo zelf viert geen carnaval. Maar, serieus, de Achterhoek die viert zeker weten wel carnaval. En ja, ik ben daar tot nu toe eigenlijk elk jaar non-stop bij geweest. Denk maar tijdens de TV Achterhoektijden, tal van TV Achterhoektijden heb ik meegemaakt. Dat we inderdaad verslag deden van de carnavalsoptocht in Neden. Ja, volgens mij is 2013 of zo ben ik begonnen. 14, 15, 16, 17. Ja, er zijn er zoveel om op te doen, mensen. Daarom dacht ik van, weet je wat, we gaan het gewoon eens even een keertje terugkijken. En dan denk u misschien dat ik alle verslagen allemaal ga terugkijken, maar dan ben ik over 3 uur nog niet klaar, want de verslagen duren echt per video van TV Achterhoek genoemd al een uur lang TV Achterhoek beeld. Dus ik heb het zo bedacht, we gaan mijn vlog terugkijken van vorig jaar. Vorig jaar ben ik namelijk in 2019 ook naar de carnavalsoptocht in Neden geweest en het was super tof. En ik weet het, weet je, ik zou alle wagens liefst in beeld willen brengen. Alleen, ja, dat wordt voor mij gewoon heel erg lastig. Want dan krijg je een vlog van 3 uur. En ik weet dat sommige mensen het misschien wel leuk vinden. Maar een vlog van 3 uur lijkt me toch een beetje te gek. Dus dat gaan we maar niet doen. Maar ik heb wel weer een leuke video, zoals je kunt al zijn. Dus voor jullie klaarstaan. En we gaan die samen eens even gezellig kijken. Ik zou zeggen, vergeet dat zeker niet. Al die blauw duimpje om alvast omhoog te doen. Dan gaan we gewoon beginnen. Ik zou zeggen, koptelefoon op. En let's go. We gaan gewoon de hele vlog kijken, dus ik zou zeggen, let's go. Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt op weer een gloednieuwe vlog. Met die vlogs. Lekker intro. Lekker hoor. Ja, dames en heren, van de week hebben we een super toffe dag gehad. Inderdaad, met de carnavalsoptocht van de Rietmolen. Dat was echt mega, maar ook echt mega gaaf. En vandaag gaan we weer wat superleuks doen, namelijk een weeroptocht. En dit keer gaan we naar de carnavalsoptocht van, jawel, daar komt hij zeker weten. De carnavalsoptocht van, inderdaad, Neden. Je weet natuurlijk, ik heb een aantal jaar gehad. Dank u. Hallo allemaal. Superleuk, ik kijk wel weer een gloednieuwe aflevering. Jij verslag van de carnavalsoptocht van Neden. Precies dat. Hallo allemaal. Ja, wel iets anders, maar goed. Als je het wilt terugkijken, moet je zeker weten te doen. Het is super. Ja, ik kijk het zelf ook regelmatig terug, hoor. Het is echt ongelooflijk. Ik heb een video, maar goed. Vanaf dit jaar, dus omdat ik natuurlijk ga vloggen, is het vooral de bedoeling dat ik de carnavalsoptocht inderdaad gewoon lekker ouderwets ga vloggen met jullie. Dus ik neem jullie wel weer mee, maar dan in mijn vlog. Dus vandaag gaan we super gezellig met jullie kijken naar de grootste carnavalsoptocht van. Je moet echt kapot met dat schieten laten. Van de Achterhoek. En voor degene die trouwens gemist hebben, ik zal het nog even snel laten zien. Het gaat niet over carnavalsoptocht, maar goed, ik wilde het je toch even laten zien. Kijk, met Mitty's vasthoek, hij is helemaal... Ja, toen had ik hem al. Super oh yeah. Kijk, ik heb nog steeds. Ik heb nog één plankje over, zoals jullie kunnen zien. En die kan ik inderdaad graag gebruiken voor als ik mocht ik inderdaad een keer nog iets heb. Maar ik denk dat ik ook wel iets heb, want ik heb namelijk een droom. Zoals je kunt zien. Die heb ik nog steeds. En die ga ik dus gebruiken binnenkort. Maar eerst carnaval en daarna gaan we het dron gebruiken. Maar goed, ik heb nog wel even nog een klein dingetje voordat we dat echt naar de... Dan heb je toch altijd veel te lullen, hè? Leuk zou je te vertellen. Namelijk dit. Ik had serieus laatste probleem. Want Elmo, dit krein, dat had serieus mijn schoenveters kapot gekrapt. Ik heb ze nog even bewaard, zodat ik jullie dat kon laten zien. Kijk, dit is inderdaad, dat waren dus allemaal kapot gebeten. En voor degene die niet weet hoe het uitzag, nou, het was verschrikkelijk. Kijk maar eens even, hier zo. Ja, inderdaad, het zag er niet heel goed uit. Maar goed, nu zien mijn veters er namelijk zo uit. Kijk maar. Sick hoor. Oh, dit vind ik zo nice, hè. Ik dacht, ik moet een keer met bruine... Dat weet ik wel, ik zo trots was toen op mijn oude schoenen. Wat heeft Mitchell gedaan? Zeker weten. Mitchell heeft witte veters gekocht. Oh yeah. Past precies bij mij. Kijk wel, dit vind ik toch veel beter dan die saaie, bruine veters. Oeps. Nee, anders dan zijn deze witte veters toch een stukje beter. Maar hoe dan ook, nog
nogmaals super tof om te kijken. Doe een blauw duimpje omhoog en we gaan weer een super leuke dag. Zeker weten. Om te beginnen gaan we inderdaad dus nu naar beneden toe. Want daar wacht Job ons al. Job on, daar wacht Job op ons voor een super gezellig dagje inderdaad naar de optocht. In de optocht. Dus ik zou zeggen, nogmaals een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet op mijn kanaal hier beneden. En zou ik zeggen, let's go dames en heren voor een leuk dagje optocht weer. Hopen dat het weer een beetje meer zit, mee zit, maar dat gaan we straks wel zien. Let's go. Nee, dames en heren, ik ben nog steeds niet naar beneden. Dat ga ik wel eens doen, maar ik wil jullie nog even toch even een foto laten zien. Ik volg namelijk een super grappige website, namelijk op Instagram. En ja, weet je, die heeft weer zo'n stomme foto neergezet. Weet je, zo, die plaatst eigenlijk altijd wel domme humor. Klopt, dat is sowieso. Dus, weet je wat, ik laat hem even zien. Kijk. Ja, deze is zo flauw, maar zo geniaal. Oh. Die lasagne is niet gelukt, hè. Dat is, als ik hem zo terugzie, serieus, dat vind ik wel heel slecht. Zo flauw, ja, maar goed, weet je, aan de ene kant ook alweer zo grappig. Nou, ik vind hem wel erg, hoor. Een sneuvelie moeder, die denkt van, wat is dit nou even voor ongein, lasagne. Maar ik vond hem wel grappig, dus ik dacht, weet je, ik deel hem even met jullie. Dus nu gaan we echt door naar beneden. Let's go. A few inches later. Nou, dames en heren, daar zitten we dan hier op de fiets. En het weer is weer eens een keer slechter. Dat is altijd zo op de fiets. Het weer is serieus slechter als vorige keer. Maar goed, ik heb een paraplu bij me. Eentje die nog gekleurd is ook, dus die scheelt ook weer. Maar goed. Ja, dat was wel heel toevallig. Een gekleurde paraplu bij de optocht. Oh, mensen. Volgens mij hebben we heel veel carnaval gevierd de laatste tijd. Ze gooien gewoon karretjes in hoe noem je dat, de gracht? Nee. Nee. Een soort van rivier achter. Ja, dat heet een berm, Mitchell. Let's go naar beneden. Nou, jij die prutser. Jongen. Oh, ik kan niet remmen. Ik rem eraf, shit. Ik ben weer op de camera. Dankjewel, dat weet je. Oh, we zijn er, hoor. Jeetje. Ja, jongens, we zijn er dan. In het centrum van Neden. En je hoort het al, als je er gelijk een lintje op had. Want, precies dat dus. Maar het is gelijk weer een... Op de achtergrond hoor je ook zo heel droog. Waar is dat feestje? We zijn dus inderdaad in Neder. En je kunt wel zien, overal zijn er ballonnen en vlaggen en zo. Dus volgens mij moet het hier een feestje worden. Je hoort het ook op de achtergrond. Gooi je handen in de lucht. Ja, in Neder volgens mij kunnen ze ook wel heel goed feesten. Oeh, het waait nog wel, maar als het regent, ik heb een goede oplossing. Ik heb natuurlijk mijn paraplu bij me. Heel de die stomme paraplu. Maar hopen dat het niet waait, want dan waait hij alsnog weg en dan heb ik er nog niks aan. Maar goed, ik zie jullie zaken, ja, want het is niet begonnen. Ik ben benieuwd wat het weer gaat doen vandaag. Het wordt echt erg, denk ik. De Jostie Band? Nee hoor. Hartstikke goed. Er is al bijna drie kwartier hier te wachten. En Job, wat zingen we dan? Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten doorgaan tot het einde. Het duurt te lang. Hé, je kan het beter, net. Het duurde even, maar ze komen eraan hoor. Ja, dat duurt al wel eeuwig als we die wagens hier aankomen. Hoe lang kun je dat filmen dan? Kijk, hij komt eraan. Sta ik aan een parapluutje hoor. Heel charmant. Nou eens, het zijn de pieten. Kom nog eens wat de piet tegen. Pietjes. Wat leuk hé. Kom nog eens wat de piet tegen. Nee, dan was je in de wagen. Holy shit. Kijk nou eens joh. Ah, pietjes. Piet. Super tof man. Ja, wat sick, echt dan, sick. Wie had dat gedacht? Hey, pechbrood. In november. Sick. Ja, precies. Ja, dit was serieus een waag en dat was zo vaak gewoon de optocht. Titanic. Ja, die zag dus ook inderdaad bij de septemberfeest hier in Borgdorp. Your
wel mooi gemaakt, dat moet ik toegeven. Echt top gemaakt. A few moments later. Als het nu gebeurt, ga je zeggen, is het nooit geloven. Moet je kijken. Ze bedenken ook iedere keer weer wat bij die optochten. Vorig jaar hadden ze naar schuim. Ik ben benieuwd wat ze dit zijn gaan doen. Serieus, allemaal schuim. Oh mijn god, nee. Apreski! Ze brengen iedere keer alweer wat nieuws weer. Oh mijn god, hé. Doe een beetje denken aan een ratstaker. Ja, ik ben zelf nog geweest, maar heel veel mensen zijn er geweest vaak. Links, 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 links. We gaan naar rechts, 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 rechts. Ah, sick it, man. Wat een deel, hé. Van die wagens. Koud, seks met een ijsbeer. Oh, dit shot, dit weet nog heel goed. Dit was zo'n fucking goede shot, dit. Oh mijn god, dit vond ik zo vet. Ik ben zo blij dat ik dat terug kan kijken, hè. Wauw. Dit was zo vaart. En man, het was zo'n vet shot als dit. Moet je kijken. Dit was misschien wel het shot van deze optocht. Echt tof, man. Dit maakt het echt waar. Dit ook weer. Oh mijn god. Man, video's die ik zelf geëdit heb, ik kan terugkijken op dit. Wauw. Van joh, als je dit ziet, prachtig, echt mooi. Dat heb ik ook meteen met bloemenkosten. Ik verbaas me steeds hoe die mensen dat kunnen maken, man. Dat is echt ongelooflijk. Echt bizar. Als je het kan. Maanden werk aan, echt respect hoor. Oké, okay, die lampjes erop. Sick, echt sick. Dark emotions ever torn so deep. Falling down through the clouds of feeling you. Even een dubbel maken? Ja, moet ook gebeuren, mensen. Stay away from me. You keep haunting me. Volgens mij had deze wagen uiteindelijk gewonnen. Saaie piepels. Dacht ik ook, weet je zeker.
told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long. Think it's time for you to move on. Realize that there's real lives and these real times to be strong. Doe je handen naar omhoog en zwaait van links naar rechts. Op bewegen is gezond. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Leuk. So close to where we belong. And we're trying to go somewhere new. And I try to crack this iceberg open till it shatters through the ocean. I wanna make shockwaves. I wanna make shockwaves with you. Gonna move the ocean core. De laatste wagen, mensen. Oh, daar gaan we. De laatste wagen. Ja. Een feest wat ze konden zeggen in Neden. Ja, ook in Neden kunnen ze wat van hoor. Holy shit. Zeker weten. Shout-out naar Neden, sowieso. Ik ben ja? Ja. Een beetje bijgekomen. Beetje nat, maar koud. Nou goed, we hebben het in ieder geval wel weer overleefd. Dat is super gezellig. En zelfs zonder alcohol kun je het gewoon. Ja, is goed, tot de volgende keer. Zelfs zonder alcohol kun je het gewoon plezier hebben. Tenminste, ik wel. Op naar Borculo. Wel in Neden, op naar Borculo. Mensen, dit is ook al een typisch momentje. Nou, ben zijn mensen klaar met de optocht. En nou is het in één keer hartstikke droog. Dat zul je altijd zien, hè? Dan richt het kaart tijdens het evenement of ding. Dan ben je klaar en dan is het hartstikke droog. Het gaat goed met John. Het gaat goed vandaag. Het gaat echt heel goed. Ik wilde dus zeggen, ik ben op weg naar Borculo. Nou zeg ik het goed. En serieus, alleen een beetje wind. En het is knetterdroog. Waarom moest het dan net gaan regenen? En serieus, nu pas, na al die tijd, nu pas is het droog. Maar dan is de ochtend al klaar. Dat plannen ze niet zo lekker. Nou. Oh, wind, het was. Ze kunnen er niks aan doen. Het zijn de weergoden. Oh, ik ben weg. Holy shit. Oh jongens, ik zie jullie zo dadelijk weer, want ik weet niet of jullie me kunnen verstaan. Het waait zo hard. Zo hard. Tot zo. A few moments later. Zo mensen, ik ben weer thuis. Jeetje. Ook in Neden kunnen ze nog steeds goed feesten hoor. Ik ben natuurlijk in de jaren heb ik daar natuurlijk echt alleen maar met een grote camera gezeten. Dus misschien sommige video weten. En nu was het inderdaad gewoon serieus met een kleine camera. Of met mijn vlogcamera gewoon.
Maar dames en heren, echt, zoals ik net al zei, in Ede kunnen we toch echt wel goed feesten hoor. Holy shit. Maar goed, ja, ik ben weer thuis en het carnaval zit er weer op voor mij. Volgend jaar weer, wie weet. Oh, even uitpukken voor. Dat was wel even weer lekker. Gewoon weer lekker lachen, lekker gieren. Ik vind het ook wel super leuk om te zien hoe ze dat doen. Al die carnavalmaagd hoe ze dat op maken. Ja, dat heb ik ook al gezegd, hè. Dames en heren, bizar. Ik het weer, ja, jullie raden het al, weer herkend. Maar ja, nee, ben ik het ook al wel vaak geweest, dus dit keer snap ik het ook wel. Sorry. Maar goed, ik ga even lekker een pizzaatje maken. Ik ga even lekker wat drinken en even rustig weer. Kalmaan. Herraan! Hopelijk heb je allemaal weer een beetje van genoten van dit vlog gezegd. Vergeet dus ik niet te uploaden op je mocht en te abonneren op mijn kanaal hier met deze niet gedaan. En zoek je gewoon weer bij de volgende vlog om 5 uur gemiddeld op mijn kanaal Mitch Vlogs. En natuurlijk, zeg ik dus altijd. Jazeker, en ook vandaag. Peace out! Lekker man! Ja mensen, super nice! Het blijft vet om zo'n optocht terug te zien. En deze vlog uiteraard. Wauw. Echt een dikke shout-out nogmaals naar Nede. Want ja, die kunnen er wat van hoor. Nede, dat kunnen ze echt feesten. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en ik zeg natuurlijk niet dat ze in andere landen of andere landen in andere plekken niet kunnen feesten. Want ik heb gehoord dat ze Haaksbergen goed kunnen feesten. Ze kunnen goed in Rietmolen feesten. Ze kunnen goed in Eibergen. Weet ik niet, ben ik nog nooit geweest. En Brabant, want dat is natuurlijk het grootste carnavalsdorp, de stad... plek, provincie, hoe je het noemt, hoe je wilt noemen. Dus ja, toch zijn het echt wel echt feestbeesten. Zelf ben ik, misschien verbaast het jullie, maar zelf ben ik niet zo echt een carnavalgek. Ik vind het altijd wel leuk om van die optochten te gaan en zo. Dus dat, weet je, dat blijf ik sowieso denk ik wel doen, altijd. Maar voor de rest, ik heb niet zoveel met carnaval. Ik ga bijvoorbeeld niet naar van die feesttent en zo. Al, misschien, als ik er zou zijn, dan zou ik misschien anders op gedachten zijn. Maar ja, weet je, het is niet echt mijn... ding, zeg maar. Ik ga ook niet snel naar kroegen en zo. Dus voor de rest, nee, ik carnaval, weet je, ik vind het leuk, maar ik heb niet zoveel met kroegen en dat soort dingetjes. Dus ik vind het leuk om, maar optochten en zo, dat vind ik altijd wel grappig. Dus ik zou zeggen, dikke blauw duimpje ook omhoog voor Nede sowieso. En dikke blauw duimpje als ik dit jaar weer een mooie carnavalsoptocht moet gaan. Misschien Nede, misschien een ander dorp. Ik heb geen idee, jullie gaan het misschien zien in de vlog. Dus hebben jullie weer zin in dit jaar een knallende... carnavalsvlog, vergeet dan zeker niet om je blauw duimpje mogen doen en te abonneren op mijn kanaal. Hier weet je niet gaan. En wie weet wat jullie binnenkort te zien zijn. Te zien krijgen op mijn kanaal. En voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken al en tot de volgende video. Peace! Nou, ga ik het wel doen of niet? Ja. Oké, dit is heel droog. Nou, tot de volgende video nogmaals. Peace!